Oké, ik ga eruit. Dr. Rox heeft geen idee meer wie zijn patiënt is. Hij ziet zelfs mij aan voor Arnoud. Ik ben weer, of eigenlijk niet? Meneer Rox. Dag. Dag, Alberto Stegeman van het televisieprogramma Undercover in Nederland. Ik wil heel graag met u praten over de ziekte ALS. Ik loop met haar mee. Nou ja, Arnoud zou u vandaag nogmaals behandelen. Ja. Maar ik heb Arnoud gesproken. Ja. En met Arnoud is het alleen maar slechter gegaan sinds hij bij u op bezoek is geweest. Ja. En wat is de bedoeling? Ik snap het niet. Nou, de bedoeling is... Dat ik hem help, ja. Nou. U helpt hem helemaal niet. ALS is ongeneeslijk. Ja, volgens u, maar dat is niet waar. Dat is omdat u een gebrek aan kennis heeft natuurlijk. Leest u alsjeblieft eerst mijn site. Ik gedaan. Nou. Ik heb u horen praten hier. U bent een big geregistreerde homeopaat. Mijn bedoeling is dat wij u laten stoppen met uw werk. Want wat u doet namelijk, is mensen valse hoop bieden. Ja, ik geloof dat ik... Ja, u loopt naar mijn idee. Hè? Ik ben al nu meer dan 28 jaar officieel arts. En ik weet niet hoe lang u uw werk doet, maar volgens mij bent u niet goed op de hoogte van wat er in de wereld mogelijk is. Dat ik rare dingen... Ik ben niet goed op de hoogte van wat er in de wereld mogelijk is. Nee. Er is nog nooit een ALS-patiënt genezen. Nog nooit. Het is een ongeneeslijke ziekte. En wat u doet, is €200 per uur vragen om iemand te laten komen. Medicijnen te laten gebruiken die niet werken. Het is alleen maar slechter gegaan met Arnoud. En het is zijn laatste rit. Het is een overbodige discussie. Hè? U bent helemaal niet op de hoogte van wat er mogelijk is. U bent niet op de hoogte van wat er mogelijk is in de wereld. Ja. En u maakt daar misbruik van. U zit in zo'n prachtige villa, omdat u er grof geld ongetwijfeld mee verdient. Waar bent u nou mee bezig? Ik ben ermee bezig om u te laten... Opnemen? Ja, dat klopt. En daar zit een camera in. En weet je waarom? Wij laten u stoppen met uw werk. Oh. Wij gaan aandacht besteden. Ik laat u zien op televisie. U bent levensgevaarlijk, bent u. Ja, u bent een beetje niet op de hoogte, naar mijn idee. Noem mij één ALS-patiënt die u heeft genezen. Eén. Dan gaan we er nu samen naartoe. Nee, want die leeft niet meer. Oh, die leeft niet meer. Zijn er nou ook andere ALS-patiënten die bij jullie al lopen? En nou, helemaal niet meer onder behandeling. Die is gewoon goed. Maar wie zegt dat een patiënt... U heeft gezegd dat het mogelijk is om iemand met ALS helemaal te laten stoppen. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat heeft u gezegd tegen Arnoud. Nee, dat is, dan moeten we opnames gaan maken, want dat is... Er zijn opnames van gemaakt. Dus ik doe gelijk gewoon topprogramma om die ALS nu stop te zetten. Tegen hem zeggen ze gewoon, het is een aflopende zaak. Maar jij weet het dus gewoon... Ja, maar omdat ik nou toevallig hier gewoon knetterveel ervaring in heb. Ik zou u zeggen, meneer Kolen heeft mij gevraagd om een aantal dingen tegen u te zeggen. Wat een onzuivere ga ik nu doen. Intentie. Ontzuiver? Ja. Arnoud heeft ALS. Arnoud gaat dood. Arnoud is bij u geweest om heel veel geld te betalen voor medicijnen. Het is alleen maar slechter gegaan. Het gaat wel om het geld, want dat incasseert u toch? Anders vraagt u toch geen geld? Maar het gaat heel slecht met Arnoud. Nou, dan moeten we toch proberen hem te verbeteren. Hij heeft uw medicijnen genomen. Ja, en dat wil zeggen niet dat je na één keer helemaal beter bent. Zo werkt het. Oh, u wilt nog even met hem door ook. Deze man moet afscheid gaan nemen van het leven. Dat is verschrikkelijk. En u maakt daar misbruik van. We hebben met de verborgen camera opgenomen hoe u patiënten benadert. Wat u allemaal zegt en hoe zo'n consult eruit ziet. Nou, dat vind ik geweldig. Dan kunnen ze zien hoe ik werk. Ja, fantastisch. Wij laten dat ook zien. Nou, dat is toch geweldig? Dat vindt u geweldig? Dat vind ik fantastisch. Nou, dan ben ik benieuwd hoe lang u nog werkt. En ik kan u op een briefje geven. Als dit is uitgezonden, dan bent u klaar. En daar ga ik alles voor doen. Dan richt Dr. Rock zich ineens tot mijn collega. Hé, hey, hou mijn collega er even buiten. En stappen jullie maar uit, jongens ook. Maar wacht, ik niet. Jammer dat u mij... Ook. Hé, hey, dit is een collega van mij. Dat maakt mij dit is een collega uit. Van mij. Wat, ik ga toch lekker thuis weer aan het werk? Ja, dat gaat u proberen. En dat gaat u net zo lang doen tot u gaat stoppen. Ik hou helemaal niet op. Ja, u houdt wel op. En daar gaan we alles aan doen om te zorgen dat u stopt. Fantastisch proberen. Ik ben blij dat u geregistreerd staat. Ja, geweldig. Hè? Ja, wij gaan deze beelden die we hebben gemaakt van u, wat u allemaal verkondigt tegen al de patiënten, die gaan wij geven aan mensen die het voor te zeggen hebben.
U heeft echt weinig liefdevolle intenties naar mensen. U geeft iemand hoop die doodgaat. En nou snel naar je praktijk, zolang die nog open is. Want ik ga ervoor zorgen dat die dicht gaat. Het is wel verdrietig. Ja, het is inderdaad heel verdrietig. Maar daar zit u niet mee dat het heel verdrietig is, want u heeft uw geld gevonden. God, wat heb je toch over het geld? Daar gaat het toch helemaal niet om? Nee, hè? Moet je eens kijken, jongens. Het gaat helemaal niet om geld. Moet je eens kijken. Het gaat helemaal niet om geld. Kijk eens. Het gaat helemaal niet om geld, hoor. Huh? Nee, joh. Ben je gek? Waar gaat het dan om? Om Arnoud? Arnoud zelf? Arnoud zelf vindt van niet, hè? Arnoud zelf voelt zich in de steek gelaten door u. En Arnoud gaat met ons Nederland waarschuwen voor u. Op dit moment is ALS ongeneeslijk, wat sommige artsen ook beweren. Dat klopt. Op dit moment is ALS een ongeneeslijke ziekte. Dus als ik ALS zou krijgen, of iemand uit mijn familie, dan zou ik het dezelfde boodschap geven dat er nergens in de wereld, helaas, op dit moment een effectieve behandeling is voor mensen met ALS. Ik zie een patiënt, ik heb daar een gesprek mee, ik neem de klachten op die de patiënt heeft. Dan bepalen wij het homeopathisch middel wat daarbij past. Dat heb ik voorgeschreven en bij de controleafspraak wordt er gekeken hoe de patiënt erop gereageerd heeft. En dat is vandaag het verhaal. Maar de patiënt is niet gekomen, u bent gekomen. Ja, u had hem inderdaad de hoop gegeven dat het wat beter met hem zou gaan, maar dat is dus niet gebeurd. Nou, en dat kan namelijk... als dat niet gebeurd is, dan is het normale procedure, dan bepaal je... Hij gelooft niet meer in u. We hebben helemaal uw manier van werken in beeld gebracht. Dat hebben we dat samen met Arnoud gedaan. Nou, dan heeft u een goed beeld van hoe ik werk. Fantastisch. Exact. Daar ben ik blij mee. Als u dat zo geweldig heeft vast kunnen leggen, dan vind ik dat geweldig. Want ik heb niks verkeerds gedaan. Dan gaan wij dat ook op die manier uitzenden. En dan bent u blij mee, hè? Daar ben ik heel blij mee. Dan gaat u ik hoop dat u mijn gezicht onthoudt. Ik heb een hoop kwakzalvers ontmaskerd. Genezers in beeld gebracht. Ik wens u het allemaal het beste. Ik ga weer aan... Maar wat deze man doet, slaat alles. En dit gaan we uitzenden. Om te zorgen dat hij stopt. Dat hij nooit meer mensen zoals Arnoud kan behandelen.